Vandaag neem ik een kijkje bij de specialist restauratie timmerwerk. Ik zie dat jij lekker druk bezig bent met Denise. Hi. Hoi. Ja, met Peter. Peter, wat doe je precies? Wij restaureren oude panden. Het hout doen we alles. Gaan we balklagen, daken. Ja, die restaureren we zo dat het allemaal in de oude staat terugkomt. We zitten hier op een groot stuk hout. Wat is het nou precies? Een restauratie van een dak. Wat is de kunst van restaureren? Nou, de kunst van restaureren is dat je het zo doet, dat je het verbetert, maar dat het er nog precies hetzelfde uitziet, de oude situatie als de nieuwe situatie. Terwijl de constructie wel heel erg verbeterd is. Je ziet wel eens een pandje, dan zie je een stijgertje ervoor staan, maar je hebt geen idee wat erachter gebeurt. Dat weet je gewoon niet. Wat voor tools en gereedschap gebruik je nou eigenlijk als timmerman? Je duimstokje, potloodje, rolmaatje, hamer natuurlijk. Vooral ook een schroeftol. Ja, en voor als je specifiek een deur gaat doen, ja, dan komt een bovenvreesje tevoorschijn en je beiteltjes. Wat is er nou zo mooi aan het vak? Dat je het resultaat ziet, hoe het eruit komt te zien. En ja, daar ben je dan trots op. Kan je dat later laten zien aan mensen. Ja, dat heb ik gemaakt. Over welke eigenschappen moet je beschikken als je dit vak wil gaan doen? Ja, het zijn mensen die oog voor detail hebben. Die precies zijn in wat ze willen maken. En die ook geïnteresseerd zijn in het verleden. In een stuk, in een verhaal van een gebouw. Restaureren is gewoon echt een ambacht. Wat zien we hier precies? We gaan hier het dakkapel aanpassen, zodat hij weer eruit komt te zien zoals hij ervoor ook uitzag. Waarom nou specifiek restauratie en niet bijvoorbeeld nieuwbouw? Ja, nieuwbouw is natuurlijk echt gewoon nieuw. Er zit geen verhaal achter. Het is gewoon ontworpen, neergestampt. Maar restauratie, dat is allemaal zo oud. Dus, ja, het leeft. Verhaal achter. Ja. Fascineert je. Ja, dat is mooi. Van hoe ze, dat hebben ze, dan kijk je ernaar hoe dat gemaakt is allemaal. Dan denk je van hoe is het mogelijk dat ze dat gewoon zonder het gereedschap wat wij nu hebben, dat ze dat hebben gemaakt. Ja, ik hoor heel veel passie in je stem en in je verhaal. Ik kan niks moois verzinnen eigenlijk. Dit was Beroepen in Beeld bij de specialist restauratie timmerwerk. Een mooi beroep waar het ambacht echt naar voren komt. Wil je meer informatie over dit beroep of filmpjes zien van andere beroepen? Ga dan naar onze website.